was een duif bij McFlair's hondenhok. Die gleed over de grond en kwam daar terecht. De detective stampte met zijn poten en werd toen de lucht ingeslingerd. Kijk maar naar het spoor hier op deze steen. Hij was vast versuft. Zo te zien vloog de duif weg, maar viel hij. Op de grond. En dan de aanvaller. Het is heel raar, maar hij of zij liet geen spoor achter. Tenzij het deze kleine pootjes zijn. Onwaarschijnlijk. Staat daar normaal niet een karretje? Af en toe gebruiken de hondenbegeleiders die kar om zakken hondenvoer te verplaatsen. Hondenvoer? Ik kon natuurlijk het hoofd van McFlair wel. Ik zag wielsporen op de grond, maar ik heb het gecheckt. Het hek zit nog op slot. En waar is de sleutel? Buiten bereik. Die ligt veilig in het kantoor van de hondenbegeleiders. Buiten bereik? Is dat zo? Hoe kon iemand dit naar binnen krijgen? Ja. Een spoor? Dit komt van McFlair's vest. Hier is er nog een. Ik denk dat het spoor hierheen gaat. Dit ligt me iets te veel voor de hand. Travis heeft een spoor. Kom op. Hoe sneller we weg willen, hoe eerder we kunnen ontbijten. En ik weet wat er op het menu staat. Dat geluid, Clever. Er is ook een duif. Het is agent Baxter. Oké, dus dit is hoe je het wil spelen. Bas, hoort u mij? Doe geen moeite. Ze kregen slaappillen voordat ze werden meegenomen. Op slot.